Mooie broek, je hebt een Spaanse broek aan. Jewish. Oh, dan kom op dat. 1, 2. Dan moet je wel even netjes gedag zeggen. Nee, zo ga zitten. Zeg maar dag erbij. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, we leven alweer op 26 augustus om 13:39 en ik heb het gevoel dat mijn neusknopje niet goed zit, maar ik heb net mijn neus gesnoten. Hij heeft mij eigen afwijder. Het is maar vies, smerig, rot weer. Aan deze kant. Ja, aan deze kant is het vies meer rot weer. Rebecca die komt er ook al aan. Dus ja, helemaal geweldig. Rijka natuurlijk uiteraard weer blij. Ik ben ook net thuis met Rijka. En de buienalarm die geeft aan. Het regent niet. Nou, het regent wel. Want ik moet mijn bril en alles schoonmaken. Ja, nou, dat is gewoon niet leuk meer, weet je. Nee, echt vies, smerig, rot weer. Maar ja, wat doe ik eraan? Ik zelf niks. De weerhouder ook niks. Nee, want het komt gewoon. Maar ik snap ik het niet waarom de buienalarm het niet ziet. Nee, ik begrijp er twee niks van. Die moeten dat toch zien? Rijka is nog nat. Wat ben jij mooi? Ja, hè? Ben je jarig? Nou, was me zo blij hoor. Nee, ik ben niet jarig. Ja, ze is mooi. Vind ik hoor. Kijk dan eens hoe ze eruit ziet. Een mooie broek. Je hebt een Spaanse broek aan. Jewish. Oh. Ik vind die broek mooi. Oh. Ja, met dat goud. Bling bling. Ja, bling bling. Ja. Ja. Mooi. Ja. Echt geweldig. Dat, ja. Oh, mensen. Ik heb er trouwens ook hoofdpijn van hoor. Jezus, wat een storm. Er tegenin. En dan te bedenken, een kennisje die we er graag wilden, die was met de haarhond Max op de dijk opgegaan. Even uitwaaien. Nou. Ja. Nee, dankjewel. Er zat wel de wind mee, zei ze, maar oké. Okay. Maar ik ga een bakje koffie maken voor ons. Ik heb hem net op, maar die stond al ingeschonken voordat ik wegging. Dus makkelijk. En ja, we gaan lekker een bakje koffie doen. En even dit boel doorbespreken. En dan gaat jullie lekker niet zijn. Nee. Ze zegt, geniet van je dag en tot later. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben weer thuis door weer en wind. En vieze motregen steeds. Echt niet lekker. Maar oké, okay, ik heb wat boodschappen gedaan bij de deka. Ik heb daar met kennissen staan te praten over van alles en nog wat, ook over natuurlijk, hoe kan het ook anders, de corona, maar ook over de winkel dat die gaat sluiten. En dat vinden we heel erg, allemaal, alle klanten die vinden het zo vreselijk erg, ja het is ook erg. Ik heb van één personeellid gehoord dat er waarschijnlijk huizen komen, maar ze wisten het niet zeker. Van een kassière heb ik gehoord dat het niet te druk was, dat het niet rendabel was om daar te blijven, pardon. Het is juist wel iedere keer druk. Maar ja, ze hebben ook wel eens tijd dat het niet druk is. Ja, maar dat heeft iedere winkel, dat heeft Albert Heijn ook, weet je. Dat ze zijn, vinden het zo erg, dus ja, vreselijk. En dan zo snel, ze hebben het afgelopen woensdag pas te horen gekregen, tenminste vorige week. Ja, vandaag een week terug. En die moet daar naartoe, die moet naar Alkmaar toe naar de deka. Die moet daar werken bij de deka. Die moet... Ze moeten allemaal de stad uit, zowat. Ja, oké, we hebben er nog een paar... We hebben nog in Nieuw-Helder en in de Schotering. Maar er moet er ook eentje naar Alkmaar. Er moet er eentje naar Herengewaard. Weet ik van waar nog meer. Dus ja, echt bizar. Ik vind het vreselijk. Ja, en het is de dichtstbijzijnde supermarkt voor mij. Als jij gezond van leven leden bent en je woont bij mij, dan ben je er binnen de 5 minuten. De Vomer is veel verder weg en die is duurder. Ja, hallo, waar ben je mee bezig? Jongen, nog en toe. En ik heb het loods gekocht. Ja, en dat gaat voor mijn keukenraam met altijd welkom erop. Ja. Het is een licht uplet packbird.
Ja. Wat moet jij? Nieuwsgierig zijn. Hé? Rijka, moet jij nieuwsgierig zijn? Oh. Nou, ik ga hem even openmaken. Want dat zit natuurlijk weer met plakband vast. Mag het niet. Wat dan? Moet jij op schoot? Oh, nou, kom op dat. 1, 2. Dan moet je wel even netjes gedag zeggen. Nee, zo gaan zitten. Zeg maar dag allemaal. Hallo. Hallo allemaal. En moet je daar kijken. Nee, de camera staat voor jou niet goed, hè? Nee, of we zitten te laag. Kan ook nog, hè? Gaan we omhoog. Oh, bliksem. Nee, dan moet je goed zitten. Zo, hallo, hallo, lekker ding. Nou, maar weer op de grond, ik ga even zien dat ik dit los kan krijgen. Maar dat lukt niet, moet ik even een mem iets scherps hebben. Mag ik er even bij schrap? We gaan even een mesje pakken. En dan gaan we dat allebei even doorhalen. Zo, nog die kant even. Nou, wat wil ik niet allemaal? Wat ik wil. Weer even kijken hoe dat zit. Het klinkt allemaal zo. Wat moet je nou? Nieuwsgierig Agie. Jij bent nieuwsgierig, jij. Nieuwsgierig, ik ben nieuwsgierig. Jij bent nieuwsgierig. Ja, heel erg nieuwsgierig. Hij is nog hoog. Oh, daar hoor, een knopje om hem aan te doen. Hallo! Ik moet even zoeken hoe dat gaat. Ik moet hem toch open zien te maken. Ja! Ik weet het allemaal nog niet. Ik ga eerst eens... Hey, hallo! Je bent wel heel erg stom, brutaal jij. Ja! Ik heb hier een foldertje. Oh, Sandriosia. Even draaien. Oh, hier ook. Aha. Oh, oh. Ja, oké. Okay. Maar ik dacht dat er ook nog letters in moet behoren te kunnen. Ik kan nog niet weten hoe dit allemaal werkt. Maar we gaan dat beleven. Ik moet. Roaring. Maar ik hoor ook niks. Ik denk dat hij het zo doet. Ik weet het niet hoor. Nee, dat lijkt me ook stug. Maar ik moet er eerst batterijen in stoppen. Hé, hé, hé. Geen ruzie maken. Ik ga eerst naar Nederlands zoeken. Nederlands, daar. Zo. Wilt u dit... Ja, als hij aan het einde van zijn levensduur is. Ik moet toch weten hoe dat ding verder werkt. Of leggen jullie helemaal niks meer uit tegenwoordig. Dan enkel hoe je de batterijen in moet doen. Nou, dat kan je zelfs een klein kind zien. Je hoort ook niks rammelen qua lettertjes. Nou, er moeten toch lettertjes bij zijn. Je moet het toch zelf in kunnen vullen. Hoe noem je dat? Ja, vind ik van wel. Van bij wijze van spreken altijd welkom of weet ik van wat, weet je. Nou, ik ga eerst eens even een schroevendraaier pakken. Moet ik even zien wat voor een schroevendraaier dat is. Een kruiskop, nou die heb ik. Eén door aanleggen. En als die te groot is, pak ik mijn doosje uit de andere kant. Ja. Dan gaan we dat eerst eens even doen. Au, dat was een stoel.
het even eventjes kantelen. Even kijken hoe we dat gaan doen. Nee, dat gaat weer fout. Dat gaat ook fout. Ik moet... Hup. Kom maar er langzamerhand wel. Ja. Kom hier, ik zit zo te trillen. Zo. Dat is één schroefje. Hij is er nog niet helemaal uit. Zo, nu wel. Dan leg ik daar even neer. En dan begint mijn rechteroor te fluiten. Rechter, hoe slechter. Wie praat er slecht over mij? Ik zou het niet weten. Nee. Echt niet. Echt niet. Jullie zijn gek. Ja, ik heb hier batterijen liggen. Maar of dat de goede zijn, Joost mag het weten. Wow. Even zien. Ik moet de kleintjes hebben. Dit zijn de kleintjes. Dat legt nog veel meer in. Dat zijn de grote. Ja, dat is daar de grond. Dan moet ik dat doosje weer open hebben. Het gaat allemaal goed komen. Blijven jullie eens even overal vanaf, dames en heren. Hey, hallo. Afblijven is niet voor Rijka. Nee. Is niet voor Rijka. Nee, totaal niet. Probeer weer wat kapot te krijgen. Dat lukt weer eens niet. Nee. Nooit bij iets scherps, jij. Zo. Och, jeetje, ik zit aan de verkeerde kant. Nee, lekker belangrijk. Hup, kom op. Hup. Moet dat die wezen? Nee, tuurlijk niet. Ik moet die grotere hebben. Nou, dan gaan we die grotere pakken. Ja, die heb ik er ook in. Dat is die. Dan gaan we die weer openmaken. Ja hoor, simpel zat. Nee, Rijka. Nieuwsgierig aagje. Oh, zo nieuwsgierig. Alles willen ruiken en doen. Maar er zijn ook dingen waar je niet aan mag komen. Ja, net zoals mijn kleine kindertjes. Hè, dan wil dat weer niet. Oh, gaat goed, hè. Zit ik hier ook aan de verkeerde kant soms? Zo. Hebben ze. Nou. Plastic even kapot. Daar moeten ze het zo achterop inpakken allemaal. Die moet daar. Kom op. Nummertje 2. Daar. Plastic verder. Moet dat eraf willen. Hallo? Rijka? Nee, mag niet. Oh. En die moet. Daar. Dan moet ik even knopjes zoeken. Ik zie niks. Gebeuren. Nee, natuurlijk zie je niks gebeuren, hè. Ik snap er echt twee keer niks van. Toch brandt er licht in. Ik moet het klepje weer even hebben. Oh, andersom. Zo. Ik wil je zelf weer even uit. Ik moet het knopje weer vinden, zo. Schroefjes. Ik snap er nog steeds niks van. Mijn schroeven draaien. Nee, ja, ik wou dat je een magneet bent, dat weet ik wel.
Ja, en nou nog één. Maar dan verwacht je toch dat er letters bij zijn ook. Denk ik. Maar ja, wie ben ik? Er zit nog meer schroeven in. Nou, het zal een worst wezen. Je hoort niks rammelen. Dus denk je ook dat er geen letters in zitten. En dat staat hier ook niet in aangegeven. Er moeten toch letters dan bij zijn? Je ziet niks zo dat hij het doet. Ik heb hem wel aan, maar je ziet geen licht branden. Ik ga hem toch eens even openmaken van achter. Maar dat doe ik even zonder jullie, anders duurt de film te lang. Ja, dat kunnen we niet hebben, toch? Nee. Dus ik zeg het, tot later. Lol. Ik laat eerst even nog in de doos kijken. Ja, ja. Dus ja, dat ga ik er even nog opzetten. Kijken hoe en wat. Dus ja, dan doet hij het wel. Ja hoor. Komt goed, lieve vrienden. Ik laat het jullie straks uiteraard ook goed zien. Ik begin wel eventjes met jullie te gaan. Ja, even kijken, even zien hoe de zakje open moet. Ja, dat is hier. Ja, dat is hier. Dan moet ik weer ruimte maken, want het is hier in bende. Ik moet die letters kwijt. Ja, ik moet die letters kwijt. Hup. Ga jij ook even weg. Hup. Ja, zien jullie dat? Allemaal lettertjes. Nou, dan gaan we zoeken. Jullie staan enkel een beetje brikken scheef. Ik kan er ook niks aan doen. Ik moet... Ja, dan moet je ook de letters nog herkennen, hè? Dat is een S. Ik moet een W hebben. Ik heb hem wel uit, hè? Ja, ik heb hem uit. Nou, hé, hey, je bent net binnen. Ik moet, dat is een Z. Ik moet de W hebben. Dat is de F. S. Wat dit is, weet ik nog niet. Nee, dat weet ik nog niet wat dat moet wezen. Nou, even daar kijken. Op die doos. Even kijken wat het voor een letter is. Oh, dat is die. De 6. Oh, cijfers. Ja, oké. Okay. Dus dat is een cijfer. Dat is de R. De Q. De Z. Ik word gek van 1. Ook een Z. Ik geloof dat ik dat straks ook allemaal... De D. De K. Nog steeds niet de W. De U. Ik zoek de W. O, wegen, wacht. Ik heb de W gevonden. Welkom. Mooi. Nou, dat pak ik dan zo meteen. En ik had ook al een E ergens. Moet die weer zoeken. En ik moet de A hebben. Maar... Er wil er een uit en dat is die meneer. En daar krijg ik momenteel de zenuwen van. Dus die gaan we er eerst even uit laten. En ik sluit even af en kom zo meteen wel weer naartoe als ik dit klaar heb. Ik zou zeggen, tot dan.
Ja, lieve vrienden, ik heb het eindelijk klaar. Dat, ja, het gaf nog wel wat voeten in de aarde, want die dingetjes, ja, het is allemaal uitzoekerij. En ja, je hebt maar zoveel lettertjes van elk. En dan is het ook nog heel moeilijk zoeken. Het is allemaal wit wat klok slaat. En ja, het is even goed opletten wat je doet. Maar ik heb hem klaar. Ja. Heel erg leuk. Even knoppie. Zo, bij mij thuis bent u altijd welkom. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk? Ja, toch? Ik vind het leuk. Ja, ik ben er blij mee. Ja, ik kan hem ook nog ophangen als ik wil. Dus ja, we zien wel hoe misschien dat ik hem voor het raam mee verzet. Maar in ieder geval, ik vind het leuk. Heel gelijk lampje erbij, op batterij weliswaar. Ik ben benieuwd hoeveel licht hij geeft en ik weet nog niet waar ik hem neerzet, gang, doe, weet ik nog niet. Maar hij is in ieder geval klaar voor gebruik en daar gaat het toch om. Ja, ik zal die lettertjes weer in het zakje doen. Ik kan er altijd nog wat anders erop zetten, van hoera of wat dan ook, weet ik veel wat. Maar we zullen het beleven. Ja, ik vind dit gewoon al erg leuk. Ja. Doe. Ja, ik vind het leuk. Maar ja, wie ben ik? Vinden jullie het ook leuk? Zet het dan even onder. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat jullie er wat onder zetten. Ja, ik krijg reacties terug. Zeker weten. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog even. Ik moet nog renderen en al. Dus ja, ik ga gauw opschieten, gauw de troep opruimen. Een bakje koffie maken, mijn bounty opeten. Lekker bij de computer. En dan komt alles wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve Jolanka Schoppers, dan mag je nog een keer zeggen dat ik er altijd netjes uitzie. Ja, ik kom net van buitenaf, net met een rijker gelopen. Nou, je wilt niet weten hoe bakken weer het hier is. Vies, nat, koud, regen, mijn bril daar zit onder de spetters. Ik weet niet of je dat ziet, kan. Maar in mijn haar nou, jeetje mine, echt vies. Rot weer. Ja, Carlo is ook gelijk mee naar binnen gekomen. Maar ik moet even mijn bril schoonmaken. Dus Jolanka, ik zie er niet altijd perfect uit zoals jij denkt hoor. Ja. Maar lieve schat, ik zou zeggen, iedereen, alle lieve vrienden. En vooral jij Jolanka, dit is even voor jou dame. Dat je zei dat ik er altijd netjes erbij loop. Nou, hè? Wat mevrouw de Wind doet, oftewel Francis, dat is niet leuk. Nee, dat Francis, jij moet ook ophouden hiermee. Ja, doei.